zijn een archief. En we zijn volgens mij het beste, geweldigste, meest leuke en mooie archief van de wereld. Technologisch zijn we zo ver vooruit. Maar een archief alleen is niet meer in die zin van deze tijd. Je kunt met het archief veel meer. Dat is al heel vaak gezegd en gedaan. Maar we kunnen dat nu ook daadwerkelijk doen. Door bijvoorbeeld veel meer te kijken, wat heeft dit betekend, die geschiedenis voor nu, maar vooral voor in de toekomst. En hoe kunnen we bijvoorbeeld dingen op toepassen als het gaat om onderwijs, als het gaat om het begrijpen waar media voor staan. Zaken als nepnieuws, dat staat nu natuurlijk heel erg letterlijk in het nieuws, maar daar kunnen wij veel meer mee doen en veel meer uithalen. En in die zin verschuift eigenlijk het, zeg maar, traditionele archief veel meer naar wat dan met een mooi woord heet, Instituut voor Mediacultuur. Er gaat voor alles gebeuren en ook in de komende periode, maar exact wanneer, wat en hoe, dat heb ik nog even, hou nog even, zeg maar, in die 2 maanden die ik nu heb, kijk nog even rond, zeg maar. Ja. Niemand weet eigenlijk precies hoe het er over 10 of 20 jaar uit komt te zien. De technologie was vroeger natuurlijk heel belangrijk, dat zit hier allemaal in de grond. Maar de technologie wordt dan steeds mobieler. Het is allemaal, je kan overal een televisiestudio beginnen. Waarom is Hilversum een pleisterplaats? Omdat er heel veel bedrijven zijn, omdat het in het DNA van de stad zit, omdat je elkaar makkelijk vindt. Er zijn korte lijnen. En die verbindende rol die willen wij graag vervullen de komende jaren. We hebben een heel sterk DNA opgebouwd die afgelopen 100 jaar. En als we dat de komende 100 jaar willen houden, dan moeten we wat dat betreft daar keihard voor werken. Ik heb vergeleken met steden als Eindhoven, maar Amsterdam, Den Haag, Rotterdam hebben ook een sterk DNA. Nou, Hilversum is een mooie 5e plaats, zoals ook de Olympische ploeg nu de 5e is geworden in Zuid-Korea. Dat is de ambitie die ik graag wil verwoorden.